Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Jeroen, hoe gaat het? Hoe het gaat? Het gaat goed. We zijn nu ongeveer 6 weken in de quarantaine, maar op zich vermaak ik me nog wel. En iedereen is gezond om me heen, de familie is gezond. Dus het gaat wel goed. Ja. Waar vermaak je je mee, Jeroen? Nu is het natuurlijk een mooie tijd om fit te blijven en fit te worden. Nu kan ik mijn eigen programma volgen. Dan kan ik niet een balletje gooien in een zaal, maar er zijn genoeg pleintjes met basket waar ik bezig kan. Mm-hmm. Dus ik ben mijn lichaam aan het onderhouden en alsnog wel balletjes aan het gooien. Ja. Is dat dan dagelijks dat je een balletje gooit of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is wel dagelijks, ja. Ik heb een mooi pleintje hier in de buurt, in Park de Wezenlanden, dus daar ben ik wel vaak te vinden, ja. Ja. Net wat je zegt, er zijn inmiddels 6 weken verder zo ongeveer. Betekent ook dat er al 6 weken geen basketbal meer is. Hoe heb je dat tot je genomen, dat besluit? Ja, het is natuurlijk... Je moet natuurlijk mensen volgen die daar verstand van hebben. En mensen in de regering die hebben dat, dus... Het is wat het is. En je kunt er ook niet veel aan veranderen. Het moet maar. Dus ja, helemaal fijn is het niet, maar je doet er ook verder niks aan, zeg maar. Dus dan maar best te vermaken om zelf aan de slag te gaan. Mis je het? Ik mis het, zeker. En wat voor, Er waren nog heel veel mooie wedstrijden en heel veel mooie kanten voor ons, voor mij en voor ons als team. Dus dat vind ik wel jammer, ja. Ja, wat voor momenten komt dat vooral tot uiting? Nou, gewoon de wedstrijden. Dat is echt wat ik mis. Het sparren met je tegenstander, maar ook sparren op de training en de jongens om me heen. Dat is echt, dat is wel moeilijk. Ja. Dat seizoen kwam natuurlijk dan een beetje abrupt tot een einde. Mm-hmm. Hoe kijk je terug op het seizoen? Een seizoen met veel kansen en waar we nog heel goed hadden kunnen zijn. En ik denk dat we een prima ploeg hadden en dat we goed op weg waren. Dus jammer dat het zo moet eindigen, maar daar had wel veel mee ingezeten. En ja. Ook Europees, Europees ook goed dat we naar de tweede ronde zijn gegaan. En dat heeft ons ook geholpen als team. En als, een betere band te hebben als team. En als je een betere band buiten het veld hebt, heb ik ook een betere band in het veld. Ik kijk wel goed terug op het seizoen. Alleen jammer dat het zo even eindigt. Ja. Hoe was het voor jezelf? Ik heb dus ook, ik heb ook mijn kansen gehad. En ook Europees heb ik mooie dingen mogen doen. Dus ik ben blij dat ik meer vertrouwen krijg. En dat ik nog meer mag groeien hier. Ja, waren die Europese wedstrijden ook het hoogtepunt? Of? Ik denk uit in Hongarije dat wel een hoogtepunt was voor mij. Ja. Mm-hmm. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Wat is het eerste wat je in je opkomt als je daar aan terugdenkt? Ja, dat ik de ene bal naar de andere bal erin gooide. Ik kijk die beelden nog wel eens terug en dan krijg ik ook zo'n fijn gevoel van binnen, zeg maar. Nee, dat was een mooie wedstrijd en het, op een gegeven moment heb je dan dat het voelt alsof alles erin kan gaan. Ja. Dat is echt heel mooi. Ja. Dan was je natuurlijk ook met je bedrijfje begonnen. Hoe is dat in deze tijd? Eerste 4 weken dat het begon is onze leverancier er ook mee gestopt. Okay. Dus zeg maar, kon ook niet meer verder. Nee. Daar hebben we nu een oplossing voor. We hebben nu andere flesjes voor onze gember shots. Dus we zijn nu een beetje aan het ons merk aan het rebuilden, zeg maar. Ja. Dus we maken een nieuwe website, we hebben een nieuwe look van de flesjes. We hebben heel veel tijd om daaraan te kunnen werken. En het gaat niet heel lang meer duren voordat we weer in business zijn. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook wel veel mee bezig. Ik kan nog steeds wel dingen doen. Ja, ja, dat is dan een beetje een geluk bij een ongeluk, dat je daar iets meer tijd in kan besteden. Ja, zo kun je het zien. Ik had het liever niet gehad, denk ik. Maar, nee, dat is waar. Nee, ja, het is fijn dat ik ook met andere twee jongens daar nu aan kan werken. Ja. Ja.
Hoe kijk je naar de toekomst, Jeroen? Je zegt, je krijgt mooi de kans om nog steeds te groeien. Is dat dan ook het voornaamste doel nog steeds? Of? Ja, ik wil alleen maar beter worden. Het is heel simpel en dat ben ik volgend jaar ook nog vol in Zwolle om dat te doen. En ik hoop dat ik meer vertrouwen krijg en dat ik mezelf nog meer mag laten zien. En dat ik heel erg hard mag groeien hier. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.